Voorzitter, de verkiezingen waren een keuze tussen vrijheid en angst. Vrijheid voor jongeren, studenten en ouderen die al een jaar geen normaal leven meer hebben. Vrijheid voor ondernemers die al een jaar geen droog brood meer verdienen. En angst voor een virus dat ook volgens het RIVM vergelijkbaar is met een stevige griep. En deze door de overheid opgelegde angst heeft zich vertaald in allerlei onbegrijpelijke maatregelen. Terwijl de meeste besmettingen binnenshuis plaatsvinden, werd ons opgedragen om binnen te blijven. Terwijl mondkapjes niet werken en zelfs leiden tot bacteriële infecties, kregen we een mondkapjesplicht. Terwijl de meeste coronapatiënten op de IC overgewicht hebben, sloot de overheid de sportscholen en bleef McDonald's gewoon open. En terwijl 2,9% van de besmettingen te herleiden was naar de horeca, ging de horeca dicht. Terwijl gezonde mensen onder de 70 jaar nauwelijks risico lopen, wil deze overheid heel Nederland vaccineren. En terwijl kinderen praktisch geen gevaar lopen, zijn zij slachtoffer van de schoolsluitingen, de mondkapjesplicht en het testbeleid. En terwijl onze premier stelt dat een avondklok die ingaat na 9 uur 's avonds niet werkt, worden onze islamitische landgenoten in verlegenheid gebracht doordat ze misbruikt worden voor een uurtje later ingaan van de avondklok om Ramadan te kunnen vieren. Voorzitter, gelukkig hebben heel veel mensen gekozen voor vrijheid. Mensen die gewoon Kerst, Pesach of Ramadan willen vieren. Maar helaas kozen nog veel meer mensen voor sociale disruptie, voor een economische implosie van het MKB en medische nevenschade die niet is te overzien. Voor een avondklok, een lockdown, 1,5 meter afstand en mondkapjes. Helaas, het is niet anders en toch gaan we door met het ontmaskeren van dit coronabeleid. Want voorzitter, als er echt een levensgevaarlijk virus in Nederland zou zijn, dan zou deze minister er geen enkel probleem mee hebben om de RIVM-modellen openbaar te maken. En daarom mijn vraag die ik al een aantal keer eerder heb gesteld en waarover op 24 februari een motie is aangenomen van de heer Kuzu en mijzelf. Wanneer krijgen we die modellen? En dan bedoel ik de programmatuur en niet de verwijzing naar een of ander artikel of hetgeen nu op de site van het RIVM staat. Het vertrouwen in de overheid zou daarmee gediend zijn. Het is tenslotte niet uit te leggen dat de modellen voorspelden dat er nu 1700 mensen op de IC zouden liggen en dat we dat alleen met een avondklok hebben weten te voorkomen. Voorzitter, de avondklok wordt ingehaald door de zomertijd. Mensen gaan weer naar buiten en willen gewoon een terrasje kunnen pakken. En ik hoor onze premier als putteren. Ja, dat wil ik natuurlijk ook wel, maar het virus wil het niet. Voorzitter, ik hoor graag van de premier hoeveel besmettingen er te herleiden waren naar de terrassen. Is er überhaupt onderzoek naar gedaan? En is het een optie om de horeca die door dit kabinet om zeep wordt geholpen te helpen door in elk geval de terrassen weer open te gooien? De horeca is nu al heel erg lang dicht en als u allemaal een jaar geen salaris had gehad, dan had u misschien wat meer compassie gehad. Voorzitter, dan nog een heel principieel punt, namelijk de vrijheid om te demonstreren. Wat ons betreft gaat het machtsvertoon van onder andere de burgemeesters in Den Haag en Amsterdam veel te ver. Vreedzame demonstranten worden door de mobiele eenheid in elkaar geknuppeld en onze rechtsstaat wordt met voeten getreden. Als je je hoofd boven het Malieveld uitsteekt, dan wordt hij onmiddellijk afgehakt. Is de premier het met me eens dat dit op zijn minst zorgelijk is? En waarom wordt hier zo hard tegenop getreden? En welk risico wordt hier eigenlijk gemitigeerd? U heeft zelf de filmpjes gezien. Vindt u echt dat dit nog iets met de bestrijding van COVID-19 te maken heeft? Voorzitter, de verkiezingsuitslag is een feit. En ik sta hier strijdbaarder dan ooit. 500.000 vrijheidsstrijders hebben op Forum voor Democratie gestemd en dat is een enorme steun in de rug. 500.000 mensen die het nieuwe normaal afwijzen. Die niets moeten hebben van Build Back Better. Die niets moeten hebben van al die supranationale onzin van ongekozen deugers die ons in 2030 willen veranderen in hersenloze lemmingen. Volgzaam in het verlies van individuele vrijheid, ingeruild voor collectieve gevangenschap. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Dikfaber, de heer Van Hagen. De heer Van Hagen, mevrouw Dikfaber heeft een vraag. Nou, dat is leuk. Mevrouw Dikfaber. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb goed naar de heer Van Hagen geluisterd. En natuurlijk begrijp ik heel goed zijn pleidooi. Omdat ik zelf ook heel graag weer een wijntje op een terras wil drinken. En ik herinner mij een dagje winkelen met een vriendin in Amsterdam. Wat ook nu allemaal niet kan. Daar baal ik ontzettend van. Maar voorzitter, we weten ook als we kijken naar andere landen dat als je te snel versoepelt of te laat bent met maatregelen, dat de zorg gaat overlopen. Mensen die in de zorg werken kunnen het werk niet meer aan.
IC-bedden zijn vol. En mijn vraag aan de heer Van Haga is, hoe weegt hij dat dilemma aan de ene kant de mogelijkheden voor mensen in onze samenleving, aan de andere kant de mensen die in de zorg werken, de mensen die een beroep doen op zorg, wat toch echt ook wat mij betreft en ik hoop ook wat de heer Van Haga betreft ook een grote zorg is. De heer Van Haga. Ja, dat is een goede vraag. Dank dat u die stelt. Kijk, aan de ene kant kun je je afvragen of het allemaal zo is. Hè? Of, want de cijfers wijzen natuurlijk uit dat er door die maatregelen vrijwel nooit enig resultaat wordt bereikt. Aan de andere kant is de vraag die ik nou precies stel, is er wel goed onderzocht wat het effect is van de terrassen opengooien? Heeft het kabinet überhaupt wel in beeld, net zoals bij de mondkapjes dat niet in beeld hadden, bij de anderhalve meter dat niet in beeld hadden, bij de avondklok niet in beeld hadden, bij de lockdown niet in beeld hadden, ze nog nooit de nevenschade in beeld hebben gebracht, nooit hebben uitgerekend wat de sociale, emotionele, culturele, medische, economische effecten zijn. Dus mijn vraag is nu, en die stel ik aan het kabinet, goh, het zou een enorme verlichting zijn voor de horeca om de terrassen open te gooien. Heeft u wel een beeld wat het besmettingsgevaar daar is? En zo ja, nou, dan kunnen we daar eens over gaan nadenken. Mevrouw de Kwaber. Ja, voorzitter. Vanuit het individuele perspectief is het heel goed verdedigbaar dat we weer naar een terras gaan. Vanuit die individuele ondernemer en die individuele persoon die er op het terras gaat zitten, zou dat ook nog wel verdedigbaar zijn. Maar het punt is, alle horeca gaat open. Alle mensen stappen in de auto, in het openbaar vervoer en gaan op dat terras zitten met hun vrienden. En hoezeer ik daar ook naar snak, we weten met elkaar, voorzitter, en ik herhaal gewoon mijn vraag, dat dit leidt tot een toename van het aantal besmettingen. En als dat dan zo is, dan is mijn vraag opnieuw aan de heer Van Haga. Wat zegt u tegen de mensen die in de zorg werken, mensen die een beroep doen op de zorg? Want u hebt het over uw vrijheidsstrijders. Ik heb het over de strijders in de zorg die vechten om voor iedereen de noodzakelijke zorg te kunnen leveren. En op een terras zitten is niet gratis. Als ik weet dat ik op een terras ga zitten, maar dat het aan de andere kant leidt tot iemand die niet meer in het ziekenhuis terecht kan, dan ben ik bereid die verantwoordelijkheid te nemen. Voorzitter, dit is echt een dilemma. En we zijn aan het zoeken naar een weg om hier uit te komen. En ik vind het echt te makkelijk dat de heer Van Haga zegt, gooi alles maar open, we hebben onze vrijheid terug. Wat zegt u tegen de mensen in de zorg? De heer Van Haga. Ja, voorzitter, nogmaals. Er moet, als er een maatregel wordt genomen of als er verlichting op touw staat, dan moet er in kaart gebracht worden, dan moet er gemeten en moet er berekend worden wat die maatregel voor effect heeft. Dus dat is de ene kant van de zaak. En daar hebben we het net over gehad. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat we een jaar lang de tijd hebben gehad om de zorg op te schalen, om het aantal IC-bedden te verdubbelen, om een coronahospitaal te bouwen, om een covid-schip aan de kade te leggen. Dat hebben we allemaal niet gedaan. Dus ik ben het met u eens dat als er een onverhoopt nog een grote piek zou komen, dat we inderdaad een kabinet hebben dat werkelijk niets heeft gedaan om de zorg op te schalen. Dat is een probleem. Maar dat hadden we kunnen doen. Maar daarnaast blijf ik gewoon bij mijn vraag. Als we de terrassen open zouden kunnen doen, heeft het kabinet dan enig idee over wat het besmettingsgevaar was? En u kunt wel zeggen van ja, maar dat leidt tot meer vervoersbewegingen en zo. Nee, dat is niet voldoende. Dat is uw mening en dit is ook mijn mening. Ik stel gewoon een vraag. Heeft het kabinet dit wetenschappelijk in kaart gebracht en zijn daar cijfers van? En zo niet, dan blijft het een mening en zijn we gewoon een beetje in de lucht aan het fietsen. Tot slot, mevrouw Dikfaber. Ja, voorzitter, tot slot. De heer Van Haga stelt zijn vraag aan het kabinet, maar ik stel vast dat de heer Van Haga mijn vraag niet beantwoordt. Hij zegt nu, het kabinet heeft niks gedaan aan opschaling. Volgens mij is de zorg opgeschaald. Alleen hebben de mensen niet. Als de heer Van Haga kan vertellen waar al die nieuwe collega's uit de zorg vandaan moeten komen, nou, ik hoor het graag. Die mensen in de zorg zijn er niet. En iedereen loopt de benen onder zijn lijf vandaan. Wat zegt u tegen al die mensen in de zorg die nu de benen onder hun lijf vandaan lopen, die nog harder moeten rennen? En eigenlijk kan het niet als straks die terras en de winkels volgens u weer open gaan. En ik heb nog steeds geen antwoord en ik wil graag het antwoord horen. Voorzitter, in 2015 hadden we nog 2200 IC-bedden. We hebben er nu 1100. We hebben een klein beetje opgeschaald. In andere landen heb je oplossingen waar coronahospitalen worden gebouwd. In andere landen heb je oplossingen waarbij één IC-verpleegkundige bijvoorbeeld 3 of 4 bedden bedient met ondersteuning van andere medici. Er zijn talloze oplossingen, maar dit kabinet doet er helemaal niets aan. En het is wel mogelijk, maar het gebeurt niet. Mevrouw Bergkamp. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil mijn collega Carla Dikfaber toch wel een beetje bijvallen. Want als ik uw verhaal zo hoor via de voorzitter, dan denk ik ook aan de beelden bijvoorbeeld van Brazilië of Chili. Hè, waarin toch het enorm onderschat is, alles is vrijgelaten en waarin je echt
vreselijke situatie ziet. En als ik dan het betoog hoor van de heer Haga, denk ik van... Van Haga. Ja, alles open. Wat zijn daar dan de consequenties van? Dus mijn vraag aan de heer Van Haga zou zijn van welke maatregelen zou hij dan willen voorstellen? Want alles open en geen verantwoordelijkheid nemen vanuit de overheid, dat wil je niet. Je wil geen Chili, je wil geen Brazilië zijn. De heer Van Haag. Nee, nou, daar kun je nog een paar andere landen tegenover zetten. In China is er nu helemaal niets meer aan de hand. Die hebben een economische groei van, ik geloof, 4,7% nu. In 16 verschillende staten in de Verenigde Staten zijn ze nu aan het versoepelen. 16 staten hebben geen mondkapjesplicht meer. Florida heeft überhaupt niks gedaan. Daar is op een hele andere manier mee omgegaan. In Zweden hebben ze gewoon wel wat afstand gehouden. Hebben ze de verantwoordelijkheid bij het individu gelaten. Die hebben geen economische schade. Die hebben geen horeca die geïmplodeerd is. Die hebben geen winkeliers van niet-essentiële spullen die een kopje ondergaan. En ik vraag me dan af, en misschien moet ik de vraag dan terugleggen, zouden we niet ook moeten kijken, niet alleen naar Brazilië, maar bijvoorbeeld ook naar Zweden of naar Florida? Mevrouw Bergkamp. Voorzitter, toch even de vraag terug van, wil de heer Van Haga dat er gewoon echt helemaal geen maatregelen zijn? Want ik vraag aan hem van, wat is er dan nodig? Hij komt met een vergelijking met andere landen. Nou, ik heb de andere voorbeelden. Dan kun je ook wel andere landen tegenover zitten. Maar mijn vraag is, welke maatregelen zou de heer Van Haga dan willen voorstellen? Wat zou dit kabinet dan moeten doen? Nou, kijk, het voorstel dat wij al een jaar doen is kwetsbaren beschermen, de zorg opschalen en de rest van Nederland weer vrij laten. Dat is onze oplossing. Tot slot, mevrouw Bergkamp. Ja, voorzitter, hè, als het gaat over wetenschappelijke bewijzen waar de heer Van Haga het altijd vol met verve over heeft, denk ik van, er zit totaal geen wetenschappelijke onderbouwing in het verhaal van de heer Van Haga. Ik vind het zelf ook een gevaarlijk verhaal. Kijkend naar de beelden waarvan ik net zei, Chili, Brazilië, dat soort landen waarin je gewoon ziet dat de ziekenhuizen overlopen. Dus ja, dit is een soort schrikbeeld en ik hoor ook de heer Van Haga niet echt met een nuance komen. Het is of het verhaal van de heer Van Haga of het kabinet, er zit helemaal niks tussen. En één vraag nog, voorzitter, tot slot. Heeft de heer Van Haga dan nooit zelf twijfels over zijn eigen verhaal als hij kijkt naar de beelden? De heer Van Haga. Ja, natuurlijk. Het is heel goed om altijd te twijfelen. De medische wetenschap die staat ook niet stil. Überhaupt de wetenschap niet. Het is al een heel vloeibaar verhaal. In China dachten ze ook eerst dat het een enorm ebola-achtig virus was en waren ze helemaal geschrokken. En inmiddels zijn ze gewoon weer alles aan het loslaten. In India dachten ze dat ook. Grote lockdowns en toen zijn ze remdesivir en ivermectine gaan gebruiken. En nu is daar helemaal niets meer aan de hand en draait de economie op volle toeren. Natuurlijk twijfel je. En ook de WHO twijfelt. Hè? De WHO die verandert zijn gegevens continu op de website. Ik word er tenslotte, als ik de nieuwe gegevens op LinkedIn post, word ik van LinkedIn verwijderd, omdat LinkedIn nog met de oude gegevens bezig is. Maar natuurlijk is er twijfel. Alleen als je kijkt naar landen die het echt goed doen, zoals Zweden of Florida, dan zou ik zeggen, nou, daar kunnen we wel wat van leren. Want de nevenschade is daar veel minder en hun oplossing is veel humaner. Mevrouw Stasius, tenminste. U wilde een vraag stellen. Ja, gaat u gaan. Ja, voorzitter, want ik hoor dat meneer Van Haga al vaker zeggen en daar ben ik toch even benieuwd naar. U heeft het over de kwetsbaren beschermen. Maar hoe ziet u dat voor zich? De heer Van Haga. Nou, dat wil zeggen dat je niet 17,5 miljoen mensen in lockdown doet, maar je vraagt aan mensen die kwetsbaar zijn, dus die bijvoorbeeld boven de 80 zijn en morbide obesitas hebben of op andere onderliggend lijden hebben, om afstand te houden. En dat kan je faciliteren. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, en dat kunnen we dan wel regelen, dat ze op bepaalde momenten kunnen winkelen. Dat soort dingen. Maar dat is een plan waar je over kan nadenken. Volgens mij is dat in een aantal landen ook goed aan het werk. Maar dat is een omgekeerde lockdown en dat is een situatie die veel minder schadelijk is dan wat we nu aan het doen zijn. Dit is een one size fits all. Prima, iedereen in lockdown, iedereen een avondklok, iedereen zijn stom mondkapje op. Maar het kan ook echt anders. Mevrouw Stasius. Maar dat zou dan betekenen dat die groep kwetsbaren, en u heeft het over boven de 80, maar dat begint eigenlijk al boven de 60, dat we die eigenlijk helemaal moeten isoleren. Nou, het begint boven de 70, denk ik. Hè? Boven de 70. Maar als je boven de 70. Of onder de 70 heb je sowieso eigenlijk bijna geen risico. Maar als je boven de 70 bent en je hebt onderliggend lijden, dan zeker. En dan moet je inderdaad oppassen, want het is niet niks. Het is een gevaarlijk virus, vergelijkbaar met een hele stevige griep. Dus inderdaad, als je in die categorie zit, moet je oppassen. Ja,
Mevrouw Staatsvoorzitter. Nou, voorzitter, ik begrijp hieruit toch dat meneer Van Haga een hele flinke bevolkingsgroep wil opsluiten en zodat de rest vrij kan. Maar dat betekent dan echt opsluiten, want dan mag er ook geen contact meer zijn. En dat is toch niet iets waar ik voor ben. Nou, ik denk dat je toch dat ook aan de mensen zelf moet overlaten. Ik ken heel veel ouderen die deze oplossing van het kabinet helemaal niet zo leuk vinden, omdat ze hun kleinkinderen niet meer zien, omdat ze hun laatste jaren in absolute eenzaamheid slijten. Dus ik denk dat het optimum voor de samenleving iets anders is dan deze lockdown die heel rigide is en voor iedereen geldt. Ja, tot slot mevrouw Stasias. Maar volgens uw plan kunnen ze hun kleinkinderen helemaal niet meer zien. Natuurlijk wel. Dat kunnen ze toch zelf bepalen? Mevrouw Kreuger. Ja, voorzitter, allereerst wil ik heel graag de heer Van Haga erop wijzen dat in Florida, wat net als lichtend voorbeeld genoemd werd, gisteren 5000 nieuwe gevallen zijn, 43 nieuwe doden en een keiharde stijging van het virus. Dus is de heer Van Haga nou echt van mening dat het daar allemaal geweldig gaat en dat de minister daar een voorbeeld aan moet nemen? De heer Van Haga. Ja, kijk, dat is altijd wel grappig, hè? Met al die absolute getallen. Dan moet je dat gaan relateren, je moet het gaan normaliseren op het aantal mensen dat daar woont. En 20 miljoen? Je merkt, ja, dat is vergelijkbaar met Nederland. Ja, dus dat is vergeleken met het aantal kankerpatiënten of het aantal hart- en vaatziektepatiënten, is dat ontzettend weinig. En ik geef u dan de vraag terug. Bent u op de hoogte van hoeveel niet gediagnosticeerde kankerpatiënten en niet behandelde hart- en vaatziektepatiënten hier in Nederland zijn? Dat die enorme tsunami nog moet komen en dat dat het gevolg is van een beleid waarin we blijkbaar de voorkeur geven aan mensen met corona en niet de afweging maken, de medische afweging, van wie heeft het nou echt het hardst nodig en wat is nou de grootste groep? Mevrouw Kreuger. Voorzitter, daar ben ik van op de hoogte dat we een gigantisch probleem hebben met wachtlijsten en het feit dat we mensen missen. Dat er mensen dreigen te overlijden en overlijden doordat onze zorg oversteld wordt door corona. En dat is waarom ik blij ben dat ik bij een partij zit die alle maatregelen steunt om dat coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Dat is precies waar we het voor doen. We doen het voor die mensen die anders dreigen te overlijden aan kanker. Ja, misschien had u uw en partij daarom, dan... Sorry. Ja, gaat u mevrouw dit is het moment dat ik een vraag mag stellen aan de heer Van Haga. Nee, ik dacht dat ik snap werkelijk niet dat als je zo serieus... Hij zegt zo serieus te zijn over vrijheid en zegt zo serieus te zijn over mensen beschermen die anders overlijden aan kanker, dat er dan eigenlijk geen enkel duidelijk verhaal komt over wat als het minister Van Haga was geweest die daar in vak K had gezeten, hoe we dan als Nederland daadwerkelijk gingen zorgen dat we mensen beschermden. Want dat verhaal komt er niet. Er komen loze verkiezingspraatjes en dat is het. Nou nee hoor, integendeel. Je gaat dan een omgekeerde lockdown zien. Dan ga je de kwetsbaren beschermen. Dan hadden we nu al 3 keer zoveel IC-bedden gehad. En dan was de rest van de Nederlanders was gewoon weer vrij geweest. Ja, mevrouw Kreuger. Maar voorzitter, dan erkent de heer Van Haga toch niet dat ook onder jongere leeftijdsgroepen, want in Florida op dit moment gaat het om 30 en 40'ers die besmet worden. Daar worden nu de grote, gaan mensen er ziek, worden ziek van en gaan er dood aan. Dat is toch precies, er is geen groep in de maatschappij die onkwetsbaar is voor corona. Dat is toch precies het hele probleem met deze pandemie waar we mee worstelen. Nee, dat is nou precies niet het hele grote probleem. Het grote probleem is dat die verdeling heel duidelijk is. Als je boven de 70 bent, heb je een behoorlijke kans om eraan te overlijden. Als je onderliggend lijden hebt, morbide obesitas, suikerziekte en dat soort dingen. Maar 30'ers en 40'ers, ja, je kunt vast met wat voorbeelden komen, dat is casuïstiek. Procentueel is dat marginaal, verwaarloosbaar. Nou, dank u wel. Alsjeblieft. Dan geef ik tot slot het woord aan mevrouw Van Kooten-Arissen.